Hey, welkom. Leuk dat je weer kijkt. We gaan gelijk beginnen met het oogsten van het knoflook. Het is nu wel klaar. De grond is heel erg hard. Weinig water gevallen de afgelopen tijd. Dus ze zijn niet al te groot, maar ze zijn klaar. En we kunnen ze drogen in de kas. De grootste gaan dit najaar de grond weer in en de andere eet ik lekker op. Het vrijgekomen veld ga ik beluchten met de woelvork. Daarna ga ik het nat maken en dan kan ik er met de freesmachine overheen. En dan kan er weer wat anders gezaaid worden. En natuurlijk, na gedane arbeid, nemen we een lekker kropje sla mee. Dit is mijn koning. Heerlijke sla. De volgende dag ging ik terug naar de volkstuin omdat de spessieboontjes purple sprouting geoogst moeten worden. Ik knip de volledige plant af, vlak boven de grond. En de stikstofbolletjes die de spersieboon aanmaakt bij de wortelen blijven dan in de grond. En dan kan de nateelt, in dit geval prei, mooi van profiteren. Het begon te regenen, dus deze bult is maar snel naar binnen gedaan. En hier ben ik begonnen om alle pultjes van de plant af te plukken. Als je zo zo'n pultje aan zo'n rank ziet, dan knik ik hem altijd zo af dat stokje zeg maar er gelijk al af is. Nou, dat kan niet in een plastic zak. Dus daar ben ik eerst wel even zoet mee. En tijdens het bereiden wordt de purple sprouting spersieboon mooi groen. Heerlijk met een spekje. Nou, het is weer mooi weer, dus we gaan een rondje door de tuin doen. Hierachter zijn we druk bezig geweest om dingen op te ruimen en te sorteren. Spullen die we willen houden, die leggen we aan de ene kant. En het andere gaat worden afgevoerd naar de vuilstort. Er zijn heel veel rollen gaas door de vorige tuinders die hier ooit gezeten hebben achtergebleven. En hiermee kunnen we waarschijnlijk een mooie fruitkooi maken daar waar nu de pompoenen groeien. Dus we kunnen daar een heel eind mee komen. Dus er zal nog wel wat bij moeten worden gekocht. Maar het begin is er. Dus dat is in de planning. En over pompoenen gesproken, die zijn echt gaan groeien. Dus daar ben ik wel blij mee. De doornloze braam die geeft ook vrucht. Ik weet niet of ik die hier laat staan, maar de aardappeltjes, ja, dat is een ander verhaal. Dat is een van die dingen waarvan ik denk, nou, die zullen wel niet veel opleveren. Maar goed, we wachten het af. De fruitbomen daarentegen, die doen het fantastisch. We hebben de zomersnoei gehad. En bedankt voor jullie tips, want het was inderdaad spind. En dat hebben we er zoveel mogelijk met de snoei uitgehaald. De bomen zitten helemaal vol met vruchten. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Het idee is om het aardappelveldje straks te laten overwoekeren met aardbeien. En die zijn al kleine stekjes aan het fabriceren. Dus dit hele veld komt vol met aardbeien. Nou, ik heb hier rechts, de vorige keer zag je de pompoenen in die bak. Nou, die bak is nog nauwelijks zichtbaar. Zit helemaal vol. Moet er wel veel water in doen, want die wortelen kunnen natuurlijk niet bij de grond komen. Maar hij geeft al vrucht. De klimbonen, ja, die staan er ook prachtig bij. Je moet alles wel een beetje water geven, maar goed, dat komt goed. De courgettes. Ja, die produceren echt bizar veel.
Ja, het enige wat ik had moeten doen is de courgettes wat meer op het midden van het bed uitplanten. Want nu kun je hier lastig langs. Maar goed, tip voor de volgende keer. Afrikaantjes groeien ook rustig door. Ja, het had wel een klein beetje anders neergezet kunnen worden. Maar ach, we kunnen er goed bij en alles werkt. Het maïs, dat was door storm Poli omgewaaid hier en daar. Dus dat hebben we weer recht weten te zetten. En ja, het blijft gewoon doorgroeien. Ziet er gezond uit. Hier de courgettes. En ik denk dat ze vanavond op de barbecue gaan. Maar dat laat ik je dan straks wel zien. De komkommer. Nou, de vorige keer was het een heel klein plantje natuurlijk. Maar als je hem nu bekijkt, dan is hij aardig gegroeid. En zitten er zelfs al komkommers aan. Dus dat is echt heel leuk. Die kan dus ook gewoon buiten. Er zijn de soorten die geschikt zijn voor buiten. Dan gaan we eens even in de kas kijken. En het eerste wat opvalt is dat de druiven lekker doorgroeien. Zien er goed uit. Het is hier, even kijken, 42,5 graden. Eigenlijk heel erg warm natuurlijk. Maar de tomaat trekt zich er niks van aan. Als je maar genoeg water geeft. De jalapeno pepertjes ook niet. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Er zijn ook nog twee sojabonen uitgekomen. Die heb ik hier neergezet. En dan hoop ik daar de zaden van te kunnen winnen. Hier het knoflook wat het najaar de grond in gaat. En deze eten we lekker op. Er zijn ook nog wat zaden opgekomen. Nou, kijken wat het allemaal wordt. Verder in de kas gebeurt er niet zoveel met deze temperaturen. Behalve dat de druiven lekker doorgroeien. Het vrijgekomen veld van de knoflook is al deels in gebruik. Het andere deel wordt ingezaaid. En ja, dit is ook een beetje stormschade van Poli. Storm Poli. We hebben hier maar een plank voor gedaan. Want anders vallen alle zonnebloemen om. Ja, dit gedeelte kunnen we nog inzaaien. Dit is het vrijgekomen veldje van de knoflook. Verder hier hebben we de aubergine. En ja, die begint nu ook een klein beetje te groeien. Daar ben ik wel blij mee. Ik weet eigenlijk niet wat ik hiervan moet verwachten. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. De paprika Tangerina Dream krijgt al kleine bloemetjes. Dus dat is gunstig. Ik heb zelfs een beetje koolrabi. Dat is me ook nog nooit gelukt. Wordt meestal gelijk opgegeten. En hier de basilicum onder het toeziend oog van dit lieve heersbeestje. Dat er geen bladluis op komt. Ja, dit is echt een aanrader voor elke tuin. Als je van pasta pesto houdt, of wat dan ook maar, dan moet je dit gaan groeien. Als je dit in de winkel moet kopen, ben je veel geld kwijt. En hier, ja, is het eigenlijk onbeperkt. Kooltjes onder het net ter bescherming tegen de duiven groeien langzaam maar zeker door. De vorige keer liet ik jullie zien dat ik peultjes had gezaaid. En dat ik die zaden had gemulst met bladeren. Nou, dat is goed uitgepakt. We zijn al bijna een maand verder. Ja, exact een maand verder. En zo hoog zijn ze al. En de eerste bloemetjes komen er al in. Dus dat duurt niet lang meer dat ik die kan plukken. De sla is nu echt op zijn einde. Ik denk dat die de compostbult op moet. Hier hebben we nog de snijbiet. Heerlijk voor door een stampotje. Ja, eigenlijk komt het allemaal goed. De prei. Nou, ik heb dus heb ik de purple sprouting sperzieboontjes weggehaald, geoogst. En daar wil ik dan de prei hebben. Dus ik ga voorzichtig de jonge preiplantjes lospeuteren uit deze enorme emmer met plantjes. Ik heb er heel veel. Ik denk dat ik er ook wat weggeef. Of ga proberen te ruilen met wat anders. En dan kunnen ze erin. Dan zijn dat mijn eerste wintergroenten al. Ik knip de topjes eraf. Nou, dan plaats ik ze in de gaatjes die ik gemaakt heb. Kwestie van water geven.
En de worteltjes van de sperziebonen zitten er nog in. Dus ze hebben al een klein beetje voeding om te beginnen. Hartstikke bedankt voor het kijken weer. Ik ga deze courgettes lekker op de barbecue doen. Ik hoop dat jullie deze update leuk vinden. En als je nog tips hebt over de aubergines, hoor ik het graag. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je op mijn kanaal. En duimpje omhoog graag, dan kunnen andere kijkers dit ook makkelijker vinden. Hey, tot de volgende keer. Hoi hoi.